Ik wil heel dicht bij u zijn. Als een kind bij de Vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat is de plek waar ik hoor. Dagteksten van zaterdag 21 januari 2023. Job 1 vers 21. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik in haar schoot terugkeren. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik in haar schoot terugkeren. Job 1 vers 21. Het leerwoord is gehaald uit Romeinen 13 vers 14. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. Romeinen 3 vers 14. Vrede vorst, heerlijke heiland, u die de koning bent van heel de aarde, onze Vader. Wat bent u wonderbaar, heilig, liefdevol. Onze harten lopen over van uw goedheid, uw liefde en zorg voor uw schepping, waartoe wij ook behoren. Dank u dat onze namen zijn opgetekend in uw boek. U heeft ons bij onze naam geroepen. We zijn van u. U bent onze Heer en Heiland. Inderdaad, vandaar dat wij juichend en dansend uw koninkrijk binnenkomen. Wat een voorrecht dat we horen bij uw volk, bij uw gezin. We staan nu stevig in het geloof. We zijn gebouwd op een goed fundament waar u de hoeksteen van bent. We mogen de bouwstenen zijn die leven. Help ons die plaats in te nemen die u ons heeft toegewezen. En mogen we beseffen dat we ons moeten gedragen als een tempel voor u. U woont met ons. U woont in ons met uw geest. Wat willen we nog meer, Heer? Mogen we dit vasthouden, vooral als de uitdagingen komen. Dan mogen we vluchten tot onze Vader, onze Papa, die alles voor ons oplost. Die ons aanwijzingen geeft, die ons die wijsheid schenkt. Dank u, wat een zekerheid. Ik bid en ik smeek dat we dit vasthouden als een schat die wij diep mogen bergen in onze harten. Daar waar uw naam geschreven is, wat een geweldige bemoediging, Heer. We raken zo vol van uw geest en bidden dat wij uw geest nooit zullen bedroeven. Zo willen we allen die ziek, bedroefd, wanhopig, bezorgd, emotioneel, heen en weer geslingerd door emoties naar dakloos, eenzaam, angstig en wat dan ook zijn, bemoedigen. Kom tot de Vader zoals je bent, naakt zoals we in die wereld zijn gekomen, omdat Hij alles van ons kent. En naakt zullen we weer tot Hem gaan. Speciale zorg vragen wij voor de senioren, kinderen, jeugdigen, wezen en weduwen. U mag alle weten dat Hij kan helpen. Hij alleen. Hij staat eenmaal 24 uur klaar en helpt iedereen tegelijk. Zo wonderbaar is Hij. Niets is voor Hem onmogelijk als je gelooft. Stel al je vertrouwen op Hem en wacht. Vader, we feliciteren iedereen die jarig is, die iets te vieren heeft. Elk een die een mijlpaal heeft bereikt.
uw zegen op allen, o Vader. We bemoedigen ieder die in een moeilijke situatie verwikkeld is en vragen hen om de strijd te staken en alles in uw handen te geven. Vertrouw dat hij het beter weet dan jou, dat hij wijsheid schenkt om te handelen. Zoek hem in de morgen, zoek hem door de dag, zoek hem tot de avond daalt. En zo leggen wij zorgvuldig deze dag in uw machtige handen. Dit weekend, elke dienst en activiteit die wordt gehouden voor uw glorie. En smeken uw overvloedige zegen af over allen. Geloofd en geprezen zij uw nooit volprezen naam in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Laat mij door het diepe water.